Verzoek voor meneer Haverman, luisterspel door Eddy de Vries. Met René Pauwels, Lode Blommaert, Lia Cousin en Lisbeth Smit. Techniek, Guido van den Einden en Leo Aardbelien. Regie, Miel Gijsen. Goedemiddag, juffrouw Celis. Dag, meneer Haverman. Nog iets bijzonders geweest terwijl ik weg was? Nee, meneer Haverman, niets speciaals. Oh ja, er is een heer die u wou spreken. Hij is binnengekomen toen u net weg was. Hij wou niet op een andere keer terugkomen, dus heb ik hem maar laten wachten. Hij zit er nog altijd. Oh ja, en hoe heet hij? Dat weet ik niet. Hij wou zijn naam niet zeggen. Het is zeer persoonlijk, zei hij. Hij doet wel een beetje geheimzinnig, vind ik. Geheimzinnig? Ah, nu ja. Er is op het ogenblik toch niet zoveel bijzonders aan de hand. Stuur hem maar binnen. Goed, meneer Haverman. Dadelijk. Harry, als je de rapporten klaar hebt voor verschuren, laat ze me even brengen, wil je? Ja, binnen. Goedemiddag. Bent u meneer Haverman? Aha. Hier hebben we onze geheimzinnige bezoeker. Ik ben Haverman, inderdaad. En met wie heb ik de eer? Neemt u mij niet kwalijk, meneer Haverman, maar ik zou liever mijn naam niet zeggen. U zult straks wel begrijpen waarom. Oh ja, denkt u dat? Wel, kijk eens, meneer X. Ik heb een hekel aan mensen die geheimzinnig beginnen doen en dan vooral in mijn kostbare tijd. Misschien wist u dat nog niet, maar ik ben een zeer druk bezet man. Als u me niet wil vertellen wie u bent en wat u hier komt doen, laat ik u onmiddellijk de deur wijzen. Ik denk niet dat u dat zult doen, meneer Haverman. Oh, nee. En waarom niet, als ik vragen mag? Nog buiten beschouwing gelaten dat het zeer onverstandig van u zou zijn, bent u veel te nieuwsgierig geworden. Ik zie dat. Als u me nu laat buiten zetten, zou u zich de hele rest van de dag ongemakkelijk voelen en u zitten af te vragen wie ik wel zou kunnen geweest zijn. Het ontbreekt u in elk geval niet aan lef, moet ik zeggen. En misschien hebt u nog gelijk ook. Kom aan, doe het op uw manier. U gaat me hopelijk toch wel vertellen wat het doel is van uw bezoek. Maar natuurlijk, meneer Haverman, natuurlijk. Zo dadelijk. Maar eerst zou ik u iets willen vragen. Alleen maar opdat u niet een te slecht gedacht van me zou krijgen. Ja, ik zoek geen excuses, dat niet. Maar er zijn toch wel verzachtende omstandigheden. Dat moet u begrijpen. God, man, maar waar hebt u het over? Verzachtende omstandigheden waarvoor? Daar kom ik aan, een ogenblik. Hebt u wel eens honger gehad, meneer Haverman? Nou, nee, ik bedoel niet gewoon honger zoals je hebt tegen etenstijd. Ik bedoel echte honger. Zo van dat knagende gevoel hier binnen, dat dagen aan een stuk, zonder dat je weet of je het nog wel ooit zult kwijtraken. Hebt u dat wel eens gekend, meneer Haverman? Nee, maar ik zie niet in. Dadelijk, ik kom eraan. Nu, dat dacht ik wel. Dan zal het u ongetwijfeld wel moeite kosten om enig begrip op te brengen voor mijn toestand. Zoekt u soms werk of wat? Oh nee, ik heb werk, dat is het juist. Daarom ben ik precies hier. Ik heb veel honger gehad vroeger in mijn jeugd. Ik had niet bepaald een gelukkige jeugd, moet u weten. Vader die dronk, moeder die me verwaarloosde, enfin. U kent dat wel, een gezin zoals in een smartlap. Heel mijn jeugd was eigenlijk één smartlap. Wel, kijk, ik voel natuurlijk met u mee, maar... Dank u. Als ik de kans had gehad, zou ik misschien ook in zo'n bureau zitten zoals dit. Aan de top. U bent aan de top, is het niet? Nu ja. Jawel, jawel. En wat ben ik? Ja, daar gaat het nu juist om. Nu komen we er. Ik weet, het lijkt schandelijk, maar ik heb nog nooit de kans gekregen om te studeren. Om iemand te worden zoals u. En ik was nogthans intelligent genoeg.
Mijn onderwijzer vroeger, die zei altijd... Mans, ga alsjeblieft uit. Het interesseert mij geen bal wat je onderwijzer zei. Ga je me nu eindelijk vertellen wat je hier komt doen? U moet niet grof worden, meneer Haverman. Ik wou alleen maar enig begrip vragen voor mijn toestand. Ik heb een beroep nu. Zelfs zonder diploma's te halen. Wel, dat is dan mooi. En welk beroep is dat? Doder. Wat? Doder. Beroepsdoder. Ja, u weet wel, een of andere rijke of machtige heer die iemand kwijt wil, die hem dwars zit of zo, die helpt mij erbij en voor een behoorlijk honorarium knap ik dat zaakje dan op. Maar man, dat kan toch niet, dat bestaat niet. Alleen in films, ja, in moordverhalen. Oh, denkt u dat werkelijk? Dan vergist u zich toch wel heel erg. U zult toch niet ontkennen dat er regelmatig moorden gepleegd worden? Nee, natuurlijk niet. De kranten staan er vol van. Ziet u wel? Een arme sukkelaar knapt dat zelf op natuurlijk. Maar denkt u nu heus dat iemand die geld genoeg heeft daar zelf zijn handen gaat aan vuil maken? Nog gezwegen van het risico gesnapt te worden. Het probleem van het lijk dat moet verdwijnen en dergelijke details die een amateur toch niet aan kan. Nee, de vuile was uit huis, zeg ik. Laat zoiets aan de specialisten over. Kijk eens, wat is dit? Een revolver. Zeer juist. En dat dingetje hier vooraan, kent u dat? Een geluidsdemper? Precies. Hebt u al eens gezien in de film, zeker? Fijn werk, hè? Kostelijk spul ook. Maar ja, dat hoort natuurlijk bij de uitrusting. Wel, ik vond het natuurlijk heel interessant. Maar ik heb eigenlijk uw diensten niet nodig. Voor het ogenblik toch niet. Maar ik beloof u, als ik eens iemand uit de weg wil ruimen, dan zal ik aan u danken. Maar dat bedoelde ik niet. Nee, dat is een grappig misverstand. U hebt het helemaal verkeerd. Ik heb werk, daarom ben ik hier. Ik heb namelijk de opdracht iemand koud te maken. Dat is een vakterm. Koud te maken? En wie dan? U. Maar u bent gek. Nee, heus. Mag ik u vragen niet op die knop te drukken? U kunt misschien beter zeggen dat u door niemand wenst gestoord te worden. Als er nu iemand zou binnenkomen, zou ik een gek figuur slaan. Bovendien zou ik dan nog een getuige moeten uit de weg ruimen en dat is dan zuiver verlies, want daar word ik natuurlijk niet voor betaald. Ja, ik zal het doen. Juffrouw Celis, ik wou voor het moment liever niet gestoord worden. Ik verwittig u wel wanneer ik gedaan heb. Zo, dat is beter. Ik zal dit ding nu maar even wegsteken, maar vergeet toch liever niet dat het hier is. Bent u nu werkelijk van plan mij neer te schieten, zomaar in koelen bloede? Wel, dat is mijn opdracht. Daarvoor heeft men me betaald. Maar wie? Wie me betaalt? Ja, kijk eens, beste heer, dat kan ik u jammer genoeg niet verklappen. Dat begrijpt u toch wel. Beroepsgeheim? Ik geloof u niet. Zoiets doet men toch niet? Trouwens, ik heb geen vijanden. Ik heb niemand ooit iets gedaan. Wie zou er nu een reden kunnen hebben om men te proberen... Men zegt dat. Maar wie kan daar ooit zeker van zijn? Durft u met de hand op het hart beweren dat u nooit iemand kwaad hebt gedaan of nadeel berokkend? Ja, ik ben een zakenman. U weet hoe dat gaat. In zaken gebeuren er altijd wel eens dingen die... Maar dat is nu eenmaal concurrentie. Iedereen aanvaardt dat al. Enfin, gewoonlijk toch? Ziet u wel. Daar hebben we het al. U bent toch niet meer zo zeker? Maar dat neem ik niet. Hè. Ik ga naar de politie. Ik laat u aanhouden en degene die u betaalt ook. O ja? Ten eerste moet ik u daartoe de kans geven. Ik ben geen amateur, weet u wel. En ten tweede, wat gaat u daar vertellen? Dat ik uw bureau ben binnengestapt? U hebt medegedeeld dat ik u ging vermoorden en daarna vriendelijk afscheid heb genomen? Kom, u gaat zich belachelijk maken, hè. Beroepsdoders komen binnen, trekken hun revolver en... Gedaan. Die vertellen niet eerst hun levensgeschiedenis aan hun slachtoffer. Nee, dat is waar. Maar waarom doet je het dan? Haha, er gaat ergens een lichtje op. Dat zal ik u uitleggen. Ik ben er namelijk nog niet helemaal zeker van of ik u wel ga koud maken. Oh nee? Echt niet? En waarom niet? Om twee redenen. Oh, hè. Hebt u er iets op tegen dat ik me neerzet? Neem me niet kwalijk. Ik heb u geen stoel aangeboden. Niet erg hoor, ik begrijp het wel. Een beetje overstuur zeker.
Dank u. Dus ik zei om twee redenen. Ten eerste een sentimentele reden. Ja, waarom niet? Wij hebben ook onze gevoelens. Ik vind u namelijk sympathiek. Ja, in elk geval sympathieker dan mijn opdrachtgever. Dank u. Ten tweede een financiële reden. Mijn opdrachtgever betaalt me een zekere som. Te weinig voor deze karwei. Maar goed, de tijden zijn slecht voor iedereen. Ik wil u de gelegenheid geven van meer te bieden. Voilà. Meer bieden? En dan? Laat u het dan zo? Nee, stel u voor. Zo laten. Dus helemaal niets doen, bedoelt u? Ja, gewoon weggaan en we spreken er niet meer over. Nee, in geen geval. Dat is volstrekt uitgesloten. Kijk eens, ik heb een opdracht. Men heeft me betaald. Ik kan toch niet gewoon maar weglopen en het geld in mijn zak steken? Ja, maar u kunt dat geld toch terug aan die man geven en het mijne krijgt u toch? Geen sprake van. Wat moet ik dan zeggen? Hier is uw geld terug, ik ben van gedacht veranderd. En mijn commercie dan? Want zoiets wordt rondverteld, daar kunt u zeker van zijn. Zo krijg ik geen enkele klant meer. Maar wat wil u dan? Ja, ik ben betaald om iemand koud te maken, dus moet er iemand koud gemaakt worden. Dat is logisch. Maar als u me meer biedt, dan draaien we gewoon de rollen om, begrijpt u? Nee. Ja, het is te merken dat u niet in het vak zit. Dan wordt u mijn opdrachtgever en ik ruim de ander uit de weg. Die praat niet meer en u bent ook uit de miserie. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niemand laten vermoorden. Nou goed dan, dan niet. Nee, nee, laat zitten dat ding. Maar daar ga ik last mee krijgen. Ze gaan me arresteren. Meneer Haverman, u beledigt me. Laat ik u vertellen dat nog nooit iemand van mijn cliënten gearresteerd werd. Toch niet als gevolg van een opdracht aan mij toevertrouwd. Ik ben een vakman, meneer, dat schijnt u te vergeten. Elke moordenaar maakt een fout. Ze worden allemaal gesnapt, vroeg of laat. Dus klinkklare onzin. Propagandapraatjes van de politie. Natuurlijk, alle moorden die in de krant staan zijn opgelost. De anderen worden doodgewoon verzwegen of stilletjes in de doofpot gestopt. Mij heeft nog nooit iemand gesnapt. En weet u hoeveel ik er al heb koud gemaakt? Helaas, maar ik hoef het niet te weten. Ik geloof u zo wel. Ik heb dus geen keus. Ik dacht dat ik u een heel mooie keus had gegeven. Maar ja, als het u niet interesseert... Jawel, jawel. Laat dat ding zitten, alsjeblieft. En wie is het die u betaalt? Oh, nee, nee, nee. Eerst moet u mij officieel in dienst nemen. Eerder kan ik u niets verder verklappen. Officieel? Toch niet schriftelijk of zo? Nee, nee, natuurlijk niet. U zegt mij, ik neem u in dienst en u betaalt mij. Dat is het belangrijkste. En volgens de wetten van het milieu is de zaak beklonken. Wel? Hoeveel? 400.000. Dat is veel geld. Dat is gratis. Denk aan het risico. En voor die prijs doe ik het lijk verdwijnen. Spoorloos. Niemand vindt er ooit iets van terug. Een voorschot? Niks te voorschot. Vooraf te betalen. Als ik de karwei heb opgeknapt en u vergeet de rekening te betalen, dan kan ik moeilijk ergens klacht gaan neerleggen. U hebt mijn woord, dat volstaat. Maar zoveel geld heb ik niet. Dat begrijp ik. Hoeft ook niet. Ik geef u 24 uur de tijd. Morgen ben ik hier terug en hou het zuiver. Tegen niemand iets loslaten. U kunt niets bewijzen tegen mij en als u het me lastig maakt, gaat de koop niet door. Tot morgen. Tot morgen. Fred, hou nu alsjeblieft eens eindelijk op met dat zenuwachtig over en weer lopen. Je maakt me ook nerveus. Nerveus, nerveus. Jij hebt gemakkelijk praten. Jij wordt nerveus. En ik, wat moet ik dan zeggen? Ik denk dat jij te hard werkt de laatste tijd. Denk toch eens ergens anders aan dan altijd aan die zaken van je. Wees eens een beetje gezellig. Kom eens hier zitten. Gezellig. Ik moet gezellig zijn. Neem me niet kwalijk, kindje, maar dat zou me niet bepaald goed afgaan. Maar wat is er dan? Ik heb je in lang niet meer zo overstuur gezien.
Fred, is er iets mis? Zeg het dan, ik kan je misschien helpen. Wat er is? Och, dingen, och, daar snap jij toch niks van, laat maar. Enfin, we zullen het wel weer doorkomen. Wandel maar rustig verder, hoor. Ik ga een boek lezen. Zeg, dat moest jij ook eens doen. Lees eens wat, dat zou je ontspannen. Dit is goed. Akelig en spannend. Het zou eens iets anders zijn dan altijd die vervelende zaken van je. Wat is het? Een thriller. Moord op bestelling. Oh, doe dat weg, alsjeblieft. Doe dat weg, moord op... Hoe is het in godsnaam mogelijk? Lees jij zoiets? Ze moesten het verbieden. Hé, hey, kalm aan, zeg. Wat heb jij? Ik wist niet dat jij opeens zo tegen thrillers was. Het is toch maar ontspanning? Ontspanning? En dat noem jij ontspanning? Schandalig. Moord, geweld, je hoort tegenwoordig niks anders meer. Geweld en seks, daar draait alles om. Nu ja, seks. Ja, ja, het is al goed. Ik heb ernstige dingen aan mijn hoofd. Ja, ja, dat weet ik wel. Seks. Zeg, Fred. Ja, wat is er? Ik heb Marleen gezien vandaag. Marleen? Wie is dat nu weer? Maar Marleen, je weet toch van Anton Potter? Oh, die? Ja, ze zat in de schoenwinkel toen ik er binnenkwam. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten te vertellen. Ik heb die blauwe toch maar gekocht, met die gesp opzij. Je weet toch welke ik bedoel, hè? Blauwe? Oh ja, 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 natuurlijk. Wel, Marleen was ook aan het passen. Dat mens heeft toch werkelijk niet de minste smaak, hè? Nu is het natuurlijk ook niet zo gemakkelijk voor haar iets passend te vinden met haar voeten. Enfin, ze zei niets, hoor. Niets. Ze keek door me heen alsof ik lucht was. Ze zijn het dus nog niet vergeten, blijkbaar. Eigenlijk was het wel een lelijke toer die je Potter toen gespeeld hebt. Je moet eerlijk zijn. Maar dat was geen toer, dat was concurrentie. Dat kan misschien hard lijken, maar dat is de motor van onze economie. Zonder concurrentie geen kwaliteit. En uiteindelijk is de consument hier wel bij vaart. Dat mag je nooit vergeten. Ja, 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 dat kan best zijn, maar Potter is er in elk geval niet wel bij gevaren. Hij was woest, dat weet je toch wel. Ik zou je kunnen vermoorden, zei hij. Weet je het nog? Wat? Wat zei hij? Wat zei hij precies? Maar dat weet je toch? Je was er zelf bij. Och, wat zegt men al niet in een woede aanval? Och, dat loeder. Fred. Neem me niet kwalijk. Och zo, Potter, hè? Echt iets voor hem. Zo geniepig. Iemand in de rug schieten. Typisch, hoor. Maar typisch. Fred, dat is niet waar. Hij heeft dat gezegd terwijl je erbij stond. Dat is toch niet geniepig? Maar waar maak jij je nu opeens zo druk over? Vroeger heb je ermee gelachen. Ik zal hem hebben. Oh ja, ja. Ik zal hem hebben. Weet je dat het verboden is zoiets te zeggen? Zoiets te zeggen bedoel ik, ja. Daar kun je voor gestraft worden. Fred, jij bent overwerkt, geloof me. Waarom neem je niet eens een paar weken vakantie? Duid een plaatsvervanger aan op kantoor en trek er eens tussenuit. Zeg aan niemand waar je naartoe gaat en dan kunnen ze je zeker niet lastigvallen met zakenproblemen. Hè? Wat denk je? Ja, dat zal ik doen. Maar eerst is er nog een zaak die ik moet afhandelen. En dan, zonder zorgen, de vrije natuur in. Meneer Haverman, er is iemand die u wenst te spreken. Het is die heer van gisteren. Ja, laat hem binnenkomen. En juffrouw Celis, ik wil door niemand gestoord worden zolang deze heer bij mij is. Zorg u daarvoor? In orde, meneer. Komt u binnen, meneer. Goedemiddag, meneer Haverman. U ziet, ik ben stipt. Hoe staan de zaken? Ik heb over uw voorstel nagedacht. Ik kan u wel bekennen dat ik geen oog heb dichtgedaan deze nacht. Oh, het spijt me werkelijk. Maar uw zorgen zullen vlug vergeten zijn als u mij maar laat doen. En wat is uw besluit? Akkoord. Ik neem u in dienst. U moet toegeven dat u mij weinig keuze overlaat. En mijn honorarium? Dat heb ik hier. Alsjeblieft. De tas mag u ook meenemen. Oh, maar dat is praktisch. Dank u. U vindt het toch niet erg dat ik even natel? Ga uw gang. En nu gaat u me toch wel eindelijk vertellen wie u de opdracht heeft gegeven mij te vermoorden. Maar natuurlijk, ik was het bijna vergeten. U hebt er tenslotte recht op dit te weten, nietwaar? Wel, ja, het zal u misschien een schok zijn. Dat denk ik tenminste toch. Voelt u zich in staat het incasseren? Potter, hè? Wat zegt u? Wie is dat? Is het niet Potter die hierachter steekt? Ik vrees dat u een geheel verkeerde richting hebt gezocht. Wilt u nu nog eens raden? Kom op, man, kom op. Wie is het dan? Uw vrouw. Wat? Maar dat is krankzinnig. Dat is onmogelijk. Dat...
Ik geloof u niet. Ziet u wel dat het een schok is? Ja, het klassieke thema. Niets nieuws voor mij, hoor. Dagelijkse kost, zou ik bijna durven zeggen. Het is altijd zo. Iedereen weet het. Iedereen spreekt erover en de echtgenoot weet nergens van. Bedoelt u dat ze mij bedriegt? Ja, natuurlijk bedoel ik dat. Dat is ook de reden waarom ze... Enfin, nu ja, ze ziet er nog heel charmant uit, als ik het zo mag zeggen. En misschien heeft u ze ook wel een heel klein beetje verwaarloosd, niet? Ze zinspeelde er toch op? De parties waar ze alleen naartoe laat gaan, omdat u geen tijd of geen zin hebt en zo. Ja. De verleiding is soms groot. Nou, ik probeer haar niet te verontschuldigen, hoor, maar ergens begrijp ik het toch wel. Had u ooit in die richting gedacht? Nee. Nu ja, er zwerfde natuurlijk altijd wel van die snottapen om haar heen, maar dat ze zoiets zou doen, ik... Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, meneer, om iets te worden. Ik had geen tijd om naar die idiote feestjes te lopen. Ze zei het trouwens altijd zelf. Verdomme, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Dat zei ze altijd. Ga jij maar rusten, schat. Jij zult wel moe zijn na zo'n zware dag op kantoor. Natuurlijk, dan kon ze alleen gaan en met de een of andere vlierenfluiter aanpappen. En met wie? Met wie? Wie is het? Ja, kijk eens, meneer Haverman, dat heeft ze me niet verteld. Maar als u wil, kan ik dat wel voor u uitzoeken. We zouden dan wel een regeling kunnen treffen met zo'n zekere opleg. Als ik dan toch bezig ben. Nee, u denkt aan iets anders. Goed, dan niet. Het was maar een voorstel. Dus we houden het bij de afspraak. Wacht. Ik kan toch mijn eigen vrouw niet zomaar laten koud maken? Nou, waarom niet? Als u het mij vraagt, verdient ze niet beter? Zij maakte er in elk geval zo geen probleem van. En denk eraan, het is zij of u. U hebt gelijk. Ze verdient niet beter. Ik ga u verbazen. Ik heb altijd al gedacht dat ze tot zoiets in staat was. Diep in mijn binnenste was ik ervan overtuigd. Wel, kijk eens aan. Dat bewijst eens te meer dat u een man bent met een klaar inzicht. Een echte mensenkenner. Maar wat een komediant. Nu ja, welke vrouw is dat niet? Je bent overwerkt, zei ze. Waarom neem je niet eens een paar weken vakantie? Dat was inderdaad een deel van ons plan, als ik het zo mag uitdrukken. Hoe bedoelt u? Was dat zo afgesproken, maar waarom? Heeft ze u niet voorgesteld om aan niemand te vertellen waar u naartoe trok? Maar dat is waar, u hebt gelijk, dat heeft ze gezegd. Dan kunnen ze je zeker niet lastigvallen met zakenproblemen, zei ze. U begrijpt wel dat dit ons een hele voorsprong zou gegeven hebben. Men zou u slechts na enkele weken zijn beginnen missen. Wat een duivelsplan. Felicitaties, hoor. Dat is mijn beroep, meneer Haverman. Uw vrouw vond het idee eveneens uitstekend, mag ik wel zeggen. Toch is het een schok, weet u. Ongetwijfeld. Maar dat went wel, hoor. Dus laat u de zaak geheel aan mij over. Ga u gaan. In orde. Kijk, ik ga u niet lastigvallen met de details, maar zie hier wat u te doen hebt. U gaat naar huis, laat ons zeggen tegen een uur of zes. U vindt het huis leeg. De eerste uren doet u niets. Uw vrouw kan ergens op bezoek zijn of gaan winkelen of weet ik veel. Na een paar uren wordt u stilletjes aan ongerust. U belt een paar kennissen op en vraagt of die haar soms gezien hebben. Verder doet u niets meer. Pas op, want morgen wordt het iets moeilijker. U gaat naar de politie en vertelt dat uw vrouw weg is. U weet natuurlijk van niets. Misschien kunt u voorzichtig suggereren dat ze mogelijk een minnaar zou kunnen hebben, maar dat is eigenlijk niet eens nodig, dat zullen ze uit zichzelf wel snappen. Men zal u in het begin wel enkele vragen stellen, maar als u zich niet zenuwachtig maakt en geen te domme dingen zegt, kan er u helemaal niets gebeuren. Niemand zal haar ooit terugvinden. Dat kunt u gerust aan mij overlaten. Het zal wel moeilijk zijn. Ik heb niet zo heel veel ervaring in dat soort zaken. Maar dat loopt allemaal wel los, hoor. Maakt u zich maar geen zorgen. Meneer Averman, het was erg prettig met uw zaken te hebben gedaan. En misschien tot een volgende gelegenheid. Wie weet. Ja, tot een volgende... Nee, God, wat zeg ik? Half zeven. Het zal nu wel gedaan zijn. Ik ben bang.
Is er iemand? Ah! Martin. Ah, oh, Fred. Hoe kom jij... Wat is er gebeurd, Fred? Ik bedoel, jij bent zo laat. Maar Martin, ik dacht... Zeg maar, wat zie jij eruit? Jij ziet zoiets als een lijk. Ah! Hou op met dat gegil. Waarom kijk je zo? Ben jij verwonderd me terug te zien? En jij? Verdomme, wat is er dan gebeurd? Maar die vent heeft mij bedonderd. Vent? Over welke vent heb jij het? Jij wou mij laten koud maken, hè? Ontken het niet, ik weet het. Jij wou mij laten uit de weg ruimen om met die snotnaap te kunnen optrekken. Wie is het? Fred, wat zeg jij toch allemaal? Jij valse, smerige, gemene leugenaar. Jij wou mij uit de weg hebben om met die secretaresse van je te kunnen leven. Mijn secretaresse? Mens, je bent mal. Juffrouw Celis is 63 en zo lelijk als een kikker. Probeer het niet op mij af te schuiven zoals gewoonlijk. Hij heeft het mezelf verteld. Hij moest mij komen koud maken van jou. Je had hem ervoor betaald. Wacht eens, moment. Wie moest jou komen koud maken, zoals je zegt? Wie was het? Die vent. Die vent die hier geweest is gisteren. Die jij 300.000 frank hebt gegeven. Hoe kon je? Maar hij vond jou sympathiek en dan heb jij hem 400.000 gegeven om de rollen om te draaien. Was het dat? Maar wat moest ik doen? Maar zeg, hoe weet jij dat? De bandiet, de smeerlap, hij heeft ons allebei liggen gehad. Oh, als ik die in mijn handen krijg. Goedenavond allemaal. Wat? Jij? Ik kon niet aan de verleiding weerstaan om nog even goeiedag te komen zeggen. Hoe durf jij hier nog binnen te komen, jij? Rustig, meneer Haverman, rustig. Zoveel opwinding is niet goed voor een man van uw leeftijd. En zeker niet voor iemand die slechts op het nippertje aan de dood ontsnapt is. Ga naar de politie. Jij gaat erachter, jij. Denkt u dat? Goed, u gaat naar de politie en dan... Wat gaat u daar vertellen? Dat... Juist. Dat u en uw vrouw mij allebei betaald hebben om elkaar te vermoorden en dat ik dit niet gedaan heb. Wel, ik wens u veel succes. Ik zou zeker graag hun reactie zien. Dat moet beslist de moeite waard zijn. Nou, ik zou het me maar niet te erg aantrekken, hoor. Het voornaamste is toch dat jullie twee weer terug samen zijn. En in elk huwelijk is er al eens iets mis, moet u maar denken.